Voor deze Tip TV zit ik in de achtertuin van Eco Resort. En ik zit met Ab. Ab is de souschef van Eco Resort. En waarom zitten we hier? Omdat wij voor u een aanbieding hebben, een tip hebben, die de kerstdagen spectaculair en overheerlijk gaat inluiden. Toch, Ab? Uitstekend, ja, zeker. Okay. Bij Eco Resort hebben ze iets spectaculairs geïntroduceerd om kerst op een goede manier in te luiden. Waarschijnlijk weet u het al, maar elke tweede zondag van de maand heeft Eco haar reguliere barbecue. En deze keer, in verband met kerst, hebben ze gemeend om er iets speciaals van te maken. Wat gaat het worden? Ja, speciaal voor kerst hebben we een lekkere Cajun chicken wings op de barbecue, lamskuften, we hebben pork belly, spare ribs en we hebben nog een viskebab. Is het menu regulier of hebben jullie er een extra een paar dishes aan toegevoegd? Ja, we hebben een kersttintje eraan toegevoegd en wat gespeeld met rode kleuren in het menu. Dus zo hebben we dat bedacht. Okay. En natuurlijk los van de lekkere dingen die inderdaad volgens een speciaal kerstrecept toch een beetje anders dan normaal worden bereid, zijn er nog ook een aantal andere side dishes en lekkere dingen die erbij komen? Ja, we hebben nog een potato salad eco-style, we hebben een green salad healthy en we hebben een fried rice. Er zijn ook nog een aantal lekkere sausjes erbij. En natuurlijk krijgt u ook nog een drankje als u binnenkomt. Heb ik het goed gezegd? Ja, een non-alcoholisch welkomstdrankje. Ja, okay. Ja. En dat allemaal in de kerstsfeer. Ja. Een beetje tropisch natuurlijk, hè? Geen sneeuw. Uiteraard, uiteraard. Oké, okay. Er is ook een hele speciale prijs samengesteld voor deze zondagmiddag barbecue. Het is overigens geen zondagmiddag. Normaal is dat tussen 2 en 5. En speciaal voor deze gelegenheid is het tussen 6 en 9 uur 's avonds. En de speciale prijs, die mag Ab vertellen? Ja, voor volwassenen is het 115 SRD, voor kinderen is het 90 SRD. En dat is inclusief alle service charge en belastingen die er eventueel bij komen kijken? Jazeker. Okay. Ja. Dus dit is een hele goede tip. Als je op een hele leuke, lekkere manier kerst wil inluiden, dan doe je dat tijdens de Eco Barbecue. Het is op 11 december en ze starten om 6 uur 's avonds en gaan door tot 9 uur. En natuurlijk bent u ook van harte welkom, want Ab zorgt ervoor. Zeker, ja. Ja. Goed. Dat is dus een tip. Als u inderdaad zou willen barbecuen met het gezin om kerst op een leuke manier in te luiden, moet u hier bij Eco zijn. En u kunt natuurlijk bellen voor meer informatie of om te reserveren. Ondertussen is het eten heerlijk bereid en ook nog prachtig opgediend. En Ab en ik gaan genieten van onze Eco Breeze cocktail, de signature cocktail van Eco Resort, die u ook hier kunt verkrijgen tijdens de barbecue.